Ja, voorzitter, ik ga een beetje een andere kant op. Want ik heb de indruk dat, of er nou uitvoeringsproblemen zijn of niet, dit moet er goed komen blijkbaar. Dus ik ga appelleren aan de praktische inborst van mevrouw Keizer. Want volgens mij vindt ze dat zelf ook prettiger. Het gaat mij erom dat ik ken BBB en zeker mevrouw Keizer als... als iemand die altijd staat ook voor, nou weet je wel, mensen moeten zelf aan de slag, belangrijk, goed te omgaan met de economie. En een van de dingen waar ik me dan wel een beetje zorgen over maak in deze hele discussie, is dat het ook steeds gaat over allerlei bedragen. Hè? En dat mag, je kan erover discussiëren of dat zoveel 100 euro of zoveel 100 euro moet zijn. Maar het is natuurlijk een heel groot goed, dat zei ik net ook al toen ik daar stond, dat er zo ontzettend veel Oekraïners zelf aan het werk zijn. Dat is hartstikke goed voor hen, het is hartstikke goed voor de ondernemers die gebruik maken van hun werkzaamheden. Dus mijn vraag is dan wel, hoe rijmt mevrouw Keizer die twee dingen met elkaar? Hoe gaan we nou zorgen dat als we heel erg veel bijdrage gaan vragen van Oekraïners, dat het nog steeds aantrekkelijk blijft om te gaan werken? Mevrouw Keizer. Voorzitter, als je het amendement leest, zie je ook dat het ruimte laat aan de staatssecretaris om de regeling zo vorm te geven dat de bestaanszekerheid niet in de knel komt. Dus die ruimte zit daarin. De keerzijde van deze discussie is dat het ook wel heel raar zou zijn dat als je een Oekraïens gezin hebt die een modaal inkomen verdienen. Ja, mevrouw Pot wil praktisch voorzitter. Graag vier microfoons, één voor één. Mevrouw Pot wil praktisch voorzitter, dan krijgt ze praktisch. Als je een modaal gezin hebt, een Nederlands gezin, en je hebt een modaal Oekraïens gezin, een modaal inkomen die dan verdienen, dan is het toch niet meer dan redelijk dat je kijkt in welke mate zij kunnen gewoon bijdragen met maximaal de economische waarde. En ja, voorzitter, dan houdt dat Oekraïens gezin uiteindelijk minder over dan dat ze nu doen. Maar dat is toch redelijk, voorzitter. Dank u wel. Een vervolgvraag. Dat is voorzitter, ja, dat is redelijk. En dat hebben we al 100 keer gezegd hier. Dus kan mevrouw Keizer zich gewoon heel even bij de vraag houden? Mijn vraag is, hoe gaan we nou bewerkstelligen dat mensen ook aan het werk blijven? En in het amendement staat inderdaad bestaanszekerheid. Maar mevrouw Keizer weet net zo goed als ik dat dat natuurlijk niet hetzelfde is als werken lonend maken. En volgens mij is zij daar ook een voorstander van. Nou, heb ik net een motie ingediend daarover die dat ook expliciet maakt. Dan vraag ik het maar zo. Wil ze die motie steunen? Een concrete vraag, mevrouw Keizer. Die moet ik nog even goed lezen, voorzitter. Dus daar kan ik nu niet op ingaan. Maar, voorzitter, toch even terug. Wel kort graag, mevrouw Keizer. Ja, wel kort graag. Het is toch... Want de keerzijde van deze discussie is dat als straks een Oekraïens iemand met voldoende inkomsten bijdrage moet gaan betalen voor de opvang, voor het eten, voor gas, water en elektra. En dat wordt dan op een gegeven moment, zegt 700, 800 euro in de maand. Dat dan een Oekraïens gezin zegt, ja, nu hou ik nog maar 1100 euro over. Nu stop ik met werken. Hoe leg je dat dan uit aan een Nederlands gezin die kosten ook allemaal in rekening gebracht wordt? Dank u wel. En voorzitter, tot slot. Het is, en die ruimte geven wij aan de staatssecretaris om hier verstandig beleid op vorm te geven. Dank u wel. Ja, voorzitter. En dan vraag ik dus nog één keer aan mevrouw Keizer om heel expliciet te maken. Vindt zij het dan ook, mijn motie gelezen of niet gelezen, het belangrijk dat het werken lonend maken, dat ook een belangrijke factor moet zijn in die afweging? Mevrouw Keizer. Ja, voorzitter. Natuurlijk. Kijk eens aan. Maar we moeten wel opletten dat... Ja, zegt mevrouw Pot. Maar we moeten wel opletten dat het nog uit te leggen is aan een Nederlands werkend gezin die veel minder geld overhoudt omdat allerlei kosten in rekening gebracht worden. Dank u.